Dit is de beroemde kroosboot, bekend bij vele Rotterdammers van de rondvaarten over de Rotte. Hij staat nu op de bokken bij een scheepswerf in Delft. En ja, op een gegeven moment ging de werf eraf en zo. Ja, die boot die loopt gewoon en bij je vandaan als je er niet mee vaart. Dus hebben we bedacht om de boot toch maar op te knappen in deze barre tijd. Met veel enthousiasme werd een jaar geleden de terugkeer van deze rondvaartboot aangekondigd. Wij gaan de rondvaart terughalen naar Krooswijk. En wij hebben dus de kroosboot terug kunnen vinden die jarenlang gevaren heb in de jaren 90. En dit is hem. En hoe hebben jullie deze gevonden? Via Marktplaats hebben we hem gevonden. Dit mag je gerust een gelukstreffer noemen. De oude legendarische kroosboot terugvinden om een oude traditie van varen over de Rotte weer terug te brengen. De kroosboot was in de jaren 90 een begrip, een fenomeen, een uitje voor vele Rotterdammers. In 2006 ging de boel failliet door minder passagiers, geldgebrek en een bestuurlijke chaos. De broers Den Haan wilden de attractie nieuw leven inblazen. Maar daar fietste corona even tussendoor. Toen hebben we hem met veel vreugde opgehaald. Ja, toen gingen we allemaal in lockdown. Toen was het voor iedereen zuur, ook voor ons. Hij ligt natuurlijk alleen maar in de jachthaven ligt hij, te wachten tot ik kan gaan varen, tot ik kan gaan werken. En nu kost hij alleen maar geld. Onderhoud, legplaats, verzekering. Het is allemaal niet ideaal, dat klopt. Maar ja. En de gemeente Rotterdam, die is wel enthousiast, maar werkt niet mee met een vaste lichtplek ergens in Krooswijk. Ja, we hebben heel veel mailverkeer gehad, heel veel telefoons gehad. En het is allemaal heel goed positief ontvangen door de gemeente Rotterdam. Maar een stijger? We hebben nog geen stijger. Nee. Dus dat is heel jammer en spijtig. Ondanks de tegenspoed besloten de broers de boot maar uit het water te halen voor een grondige opknapbeurt. Ik kwam hier binnen, toen gingen we ons goed kijken. Toen zijn we wel geschrokken. Maar het is een mooi gezicht. Dat de groene kleuren die komen weer terug. Die zitten erachter. Dus het is wel de oude kroosboot van toen. En ze geven niet op. Ze hebben hun hoop gevestigd op het komend voorjaar. Geen streep erdoor, zeker niet. Nee. Hij is een beetje opgeschoven. Maar hij gaat zeker terugkomen. Ja. Maart dit jaar zitten wij op het water.